Welkom bij deze serie video's over SurfCumulus en het Cloud Management Portal. Voor de Cloud Management Portal maken wij gebruik van CloudPult. CloudPult biedt een aantal voordelen, zoals een totaaloverzicht van de leveranciers, mogelijkheid tot kostencontrole, rapportagemogelijkheden en mogelijkheid tot het opzetten en beheren van VM's. In deze serie films kun je kennis maken met het Cloud Management Portal en leggen we de basisfunctionaliteit uit. We gaan u aanmelden bij SurfCumulus, het Cloud Management Portal van SurfCumulus. Daar doe je door te gaan naar surfcumulus.nl en vervolgens de naam van je aangesloten instelling te kiezen. Je vult hier je gebruikersnaam en wachtwoord in. Dat is hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord die je ook gebruikt binnen je instelling. En als dit goed is, kom je op het dashboard van surfcumulus.nl. Het dashboard zal de eerste keer leeg zijn, omdat je binnen SurfCumulus nog rechten moet krijgen van je instellingsbeheerder. Op het moment dat dat gedaan is en je logt opnieuw in, dan is je dashboard gevuld met servers, groepen waar je rechten op hebt. Hier bovenaan is het menu van SurfCumulus, waarin je een aantal keuzes kunt maken. Links zie je My Servers, dat zijn servers waar jij eigenaar van bent. Hieronder My Orders, bestellingen die je geplaatst hebt. Rechtsbovenin zie je My Groups, dat zijn de groepen waar je lid van bent. Dat zijn meestal afdelingen of misschien projecten. Dan hebben we nog Top Blueprints, dat zijn VM's die je het liefste uitrolt. Recent Activity, daarin kun je zien wat of dat er allemaal gebeurd is met VM's die jij mag zien. En helemaal links onderin zijn er een aantal rapportages gerelateerd aan kosten, aan verschillende VM's waar je misschien rapportage over wilt hebben, of rapporten die je zelf samen kunt stellen.